Welkom op de dichtbundel van Ab van den Hazel, 31 maart 2017. Vandaag heb ik het over het thema geluk. En ik heb het gedicht genoemd Wat maakt iemand gelukkig? Ja, ik heb me in dit gedicht laten inspireren door mezelf de vraag te stellen: ben ik gelukkig en waarom ben ik dan gelukkig? Wanneer voel ik me gelukkiger dan andere dagen? En de vraag stellen is misschien wat gemakkelijker dan het antwoord daarop te geven. Dus ik heb even wat gegoogeld, want dat maakt mij gelukkig, om uit te vinden wat een mens nu gelukkig maakt. Nou, zo kwam ik uit op een site en die heet De Geluksdoctorandus. En daar wordt in verwezen naar een 12-tal geluksactiviteiten van de gelukspsychologe Sonja Liubomirsky. Nooit van gehoord verder, maar ik heb het wel even gelezen. En dat gaf leuke ideetjes. Dus hier komt het gedicht over wat maakt iemand gelukkig. Geluk is een positieve kijk hebben op het leven. Of is geluk dat je bepaalde idealen na kunt streven? Geluk is de liefde van je leven te kunnen omarmen. Maar ook iemand hebben om samen op te warmen. Gelukkig word je als je een ander iets kunt geven. Of je bent gelukkig om alles dat je hebt mogen beleven. Ben je gelukkig met een goed gevulde portemonnee? Of pas als je de president bent van de US of A? Wees dankbaar voor alles dat het leven je biedt. Koester je relaties en zorg dat je van het leven geniet. Ga op in de flow en vergeet daardoor de tijd. Vergeven is goed. En zorg dat je het piekeren vermijdt. Kies een doel en handel daarbij doelbewust. Geloof en spiritualiteit stellen je vaak gerust. Zorg dat je voldoende lichaamsbeweging verricht. Blijf optimistisch en vooral op de toekomst gericht. Jouw geluk heb je deels zelf in de hand. Dus leef en zet je zorgen aan de kant. Dat was het gedicht. Dank jullie wel.